Welkom weer in onze nieuwste weekvlog. We hebben weer ons best voor jullie gedaan. Ons vriendinnetje Kootje komt eindelijk weer terug uit Saint-Tropez. We trekken dan een beetje en we gaan nu afspoelen met de visklos. Nu ben ik hier wit van het aftekenen, rood van zonnebank en dit zijn voor de lippen. Maar goed, we gaan aan de slag. Nou, zo laten wij het meestal. Dit is de Reinderswingbrow. En dit is een nieuwe collectie en het heet True Romance. Onze eerste keer varen, hè? Schatje, met tasje. Oh, oh, Olivia pakt nu de camera. Oh, ik vind dit zo hilarisch. Oké. Je ziet mij even zonder make-up, want ik heb net een zondagje gehad, Marie. En ik heb een mega kort slip, zoals je kunt zien. Heb ik één keer in de zoveel jaar en toevallig heb ik dat nu. Heel fijn. En door de hitte komt korte vitamine en stress, dan krijg ik altijd een kort slip. Dat is voor de vragen. En nee, ik heb ook geen blokken, geen kusjes. Hoi zus. Niet eens hoor. Nou ja, zeg. Oké. We zijn allebei in het blauw. Echt nou wat. Zo. Ja. Oké, welkom weer in onze nieuwste weekvlog. We hebben weer ons best voor jullie gedaan, want in deze week ga je heel veel zien omtrent beauty. Acacia komt bij ons langs, onze wenkbrauwen en lippen. Ja, ons vriendinnetje Kootje komt eindelijk weer terug uit Saint-Tropez na, hoe lang? 6 maanden? Nou ja, we hebben er in december een paar uurtjes gezien. Dus ja, eigenlijk bijna niet. We doen een leuk spa-dagje, we zien Romee en Bel weer. Nou, volop met de baby's en beauties, dus blijf kijken. En Noes komt langs, Anna Noesje. Zo, blijf kijken, blijf subscriben. En duimpjes omhoog. Fijnjes. Hi! Ik moet je even filmen! Geen idee waarom hoor. Ja, ik moet je filmen! Kom erbij, kom erbij! Zet je zak dan maar op de... Een spa-dagje? Wie is eigenlijk haar peetmoeder? Heeft ze nog niet. Was er met jullie wat gebeurd, Sue? En bij jou is het andersom. Nou, we dachten dat iedere zus gewoon iemand van ons deed. Oh ja, bedankt. Ja, want de peetmoeder wordt van jouw kind. Dat is toch niet logisch? Wil je mij weten dat wel logisch? Kijk, Liv, jij kijkt naar de camera. Het is ja. Toch hilarisch? Het is een model. Denk ik weer. Naar de camera kijken. En we hebben de voetakte vandaag. Heerlijk onze voetjes doen. Ga lekker onze voetjes doen. Krijg mama mooie voeten. Ik ben aan het twijfelen welk kleurtje ik ga doen. Ik neem altijd zwart. Ik ga voor wat anders. Ga je ook jouw voeten doen, Livia? Jouw zweet en voetjes. We gaan voor de kleur zwart. Of course. Zwart, 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 zwart. Zwart, 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 zwart. Oeh, zo lekker. Mijn voeten zijn lekker zwart. Inderdaad. Mama heeft lekkere broodjes voor ons gemaakt. En Lydia heeft weer zoete aardappelpoempjes. Yo. En mama heeft weer lekkere, mooie voeten. We have officieel een spa-dag met spa-donuts. Het lijkt een beetje op een cookie monster als ik zo kijk. Het zijn komkommertjes. Een spa-dag. Ja, jawel, met bubbels. En dit is een speciale voor ons. Dat is een washandje met zeep. En chocolade wafels. Oh mijn god, met chocolade. Maar jij wilde zeker wafels. Marie gaat omdraaien. Hey, spa day of spa night. Klinkt low, ik ga even mijn gezicht schoonmaken met de... Hoe noem je washand in het Engels? Face cloth. Face... washhand. Face cloth. Een washhand. En een headband. En dan ga ik eerst de scrub gebruiken. Coco want in Saint-Tropez. Kun je niet zien, hè? Dus we beginnen met de scrub. Ja. Heb je deze ooit gebruikt? Nee. Lekker. Oh. Meloen. Heerlijk. Meloen met jojoba beets. Hè? Jojoba. Oh, jojoba. Ja, jojoba maken we wel. Heb je nog een beetje nodig? Ik wel. Ik heb nog grote koppen. Oh, kijk, maar jij komt de bruin af. Bij mij natuurlijk helemaal niet. Ik ben zo wit als ik weet niet wat. Zo wit als dit face cloth. Ik neem ook wel het nekje mee. Oké. Okay. Het halsje. Het halsje. Mama is de... De taalster. Nee, we zijn de ondertiteling. Ja. Het programma, kijk. Hey, oh, je mag niet je ogen doen. Nee, je nek zit namelijk hier. Ik deed mijn ogen niet. Oh, ik deed wel mijn ogen. Maar goed, dat kan zelfs. Zo je ziet. Ja, je nek zit achter. Dit is het halsje. De hals. Nu moet het washandje... Nou, een beetje vies. Een bitske. Jij is iets viezer. Dus nu zeg je dat ik vies ben? Normaal ben jij het zo. Dan gaan we eraf halen en... Eigenlijk komt hierna de mask. Gaan we nu masken. Stay tuned. Stay tuned.
Voor een glowy skin. Ik vind die tekstjes ook zo leuk. Let the glow begin. Is die van mij of die van jou? Die is van jou, die pak ik net van je schoot. Oh, die pak ik in het kastje. Bij de grote masker zit dus een kwastje erbij. Jee, ik ben wel heel wit. Ja, Jules, je kan niet altijd de leukste kijk, zijn. Zo. Kijk, nee, kijk, maar nu ben ik wel meer een kleur. Dit was ik heel erg overleefd. Bij de grote pot zit wel een kwastje. Bij de kleine pot niet. Let the glow begin. Kijk, dan moet je hem eerst goed verroeren. Net zoals potpindakaas van Juri. Moet je ook goed eerst roeren. Veel vloeibaarder lijkt. Oh. Chill. Dus je moet echt goed roeren. En voorzichtig roeren. Ja, dat kan ik nooit zo goed, hè? Ik heb geen geduld. Waar is mijn badhand? Waarom sta je ook nooit in de keuken, toch? Nee, gadverdamme. Oké, ik ga een doekje pakken. Hé, mam, je hebt ook een beeld. Echt? Vallen jullie nooit vaak hier? Zeg jij? Of jullie nooit vaak vallen? Roep het niet af. Of kleed. Nou, gewoon de vloer is hier zo glad. Goed, hè? Ik loop met het zo goed. Oké, wij gaan weer verder, man. Wat is er? Ik heb helemaal niks van. Ik maak het net schoon en nu hangt het hier weer. Ben ik nou nog steeds in beeld? Ja. Nee, je bent nog steeds in beeld. Ja, jeetje. Jij gaat achter ons zitten. Nou, dat is wel een beetje raar. Hoe zet Vaniel dan die camera aan? Ja. Kat. Oké, dus je moet eerst goed roeren. En ik denk dat jij ook meteen het verschil, omdat hij veel makkelijker smeerbaar is. Ja, hij is veel vloeibaar. Je zit op mijn knie te lekken. Wat nou? Jezus, weet je wel hoe duur de kleding is? Jezus, zie je die meiden van Rijnders? Je moet eens daar kijken, dat is heel lastig. Ja, hoe weet ik dan waar ik smeer? Als je in het raam kijkt. Influencer to the max. En normaal doe je natuurlijk altijd één. Ja, je kan trouwens wel delen het potje. Ik weet of het zo niet hygiënisch is, maar wij zijn niet vies van elkaar. Maar waarom zou je delen? Ja, zou ik gewoon lekker in eigen pot bestellen. Mijn neus. Want ik heb heel veel mee-eten. Die gratis mee-eten. Heb ik alles gebloot? Gekleed? Doe jij je expres je kaak niet? Ook op? Nou, in jouw hele wang zit hier anders ook niks. Oh, dat moet dan ook. We willen overal een glow hebben. Oké, nou. Dit laat je dan drogen. Of je weet vanzelf wanneer het droog is, want dat voel je tracking. En voor het tracken doe je naar de moisturizer gebruiken. Mm. Dus we zijn zo terug. Zoals jullie kunnen zien, is het masker nu droog. We trekken dan een beetje en we gaan het nu afspoelen met de visklos. Ik blijf het een leuk woord vinden. Oké. Okay. Was dat nou het goede woord? Basically? Ja. Klot. 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 Dit is mijn favorite product. Ik denk ook van Marie, maar dat weet ik niet zeker. Hij is net nieuw, want hij is voor Coco. Mama. Hoe vind je het voelen? Heerlijk. Ik vind het dus echt een soort van zijde lakentje. En water van een masker. Het ruikt ook heerlijk. Ja, hè? Maar het is ook kokosnoot. In plaats van meloen, dus dat is het verschil. Maar ik vind het wel heel lekker. Ja. Zit je een masker? Mmm, nou, hoe heerlijk huidjes. Maar, dat zijn we niet klaar. Een nieuwste product, lip scrub. En dit is mijn lievelingssmaak, bubblegum. Me. En dit kan je gewoon eten, dus ik doe het als laatste. Is jullie haar dessert elke avond? Ja. Heel fijntjes ook weer. Oh. Nou, ik moet het dus in circulaire bewegen doen, maar ik doe gewoon zo. Dat moet niet. Ik ben heel droog. Oh, en ik vind dit zo lekker. Heel lekker. Ook om te eten. Ik zal even zelf een bordje bestellen om op te eten. Bubblegum mint. En ook weer enig roze. Het proeft echt naar suiker. Nou, dan zijn we nu helemaal klaar. Voor een suikerspinnetje eten. Ja. We zijn helemaal rost. Je hebt nog wel een beetje om je lippen heen. Ja. Mmm. Dit waren de producten. We missen alleen de face wash. Maar goed, dit zijn onze favorietjes. Wij gaan lekker bank hangen. Oké, de rest neem jij. Mooi. Echt leuk. Wat? Er zit allemaal bij trouwens. Voor welke huidtype je, hoe vaak je het moet doen. Echt, alles is gewoon helemaal goed uitgewerkt. Kan ik zo zeggen. True that, true that. Zo, so, welcome to the glow gang. Dus inslaan. Heerlijk. Oké, dus dit is my play and glow skin. Hoe lekker. En ik vind dit ook wel top, want dan wordt je haar niet nat. Kijk, nu heb ik mijn haar niet gefeund, maar anders wordt je haar gewoon nat en dat vind ik irritant. Hoe was het om ons vriendin Kootje weer te zien? Nou, dat hoeven natuurlijk jullie niet uit te leggen. Nee, we hebben echt... Zij heeft heel veel last van haar rug. Dus het was al een gedoetje om hierheen te komen. Wij hebben natuurlijk net de baby's en corona, noem maar op. Dus Ko heeft besloten met de trein te komen. Ja. Dus het was best wel pijnlijk voor de rug. Dus wij dachten, weet je wat we gaan doen? We gaan een spa-dag organiseren voor onze lieve vriendin. Met de heerlijke product van Glen Glow. Dat we een lekker maskertje hadden. De food doctor kwam langs. Oh, dan weet ik het echt
De voetdokter kwam gezellig langs om onze voetjes onder handen te nemen. En was super fijn, heerlijk. Meneer de Ludwig kwam langs met donuts trouwens, by the way. Voor spa donuts en wafels. Die had helemaal een soort komkommertjes erop gemaakt. En een donut speciaal voor Rock. Dus ze hebben Rock al heerlijk weer in de watten gelegd. En dit was dus ook de eerste keer dat Rock het zag. Ja. Ik heb het niet gefilmd, want ja, op dat moment ben ik het vergeten te filmen. Maar ik vond het zo leuk dat onze lieve vriendin er weer in die was. Ja. Ze is nu weer weg. Als je deze vlog kijkt, dan zit je thuis op. Ja. Maar goed, we zijn heel blij dat ze hierheen is gekomen. En we kunnen niet wachten om haar te bezoeken. Of hun eigenlijk te bezoeken in Saint-Tropez. In Saint-Tropez met de baby's en de doggies. Dus nee, het was super leuk om Co te zien. Livia heeft ze wel gezien, maar toen was het nog maar 1 maand. Ja, en toen, was ze ook met corona afstand. Durfde ik eigenlijk nog, was echt de eerste golf. En nu was het iets makkelijker dat ze er al mocht vasthouden. Ja, toen mocht ze niet eens in de buurt komen. Een test gedaan voordat ze natuurlijk naar Nederland kwam. Dus dit was wel echt, echt veel anders natuurlijk. En Livia sliep toen echt inderdaad alleen. Maar en nu is het echt al een heel mensje en bij de handje. En ze was wel een lieve kootje. Ja, maar Rocco. Ja. En dus het was super gezellig. Even, we hebben eigenlijk alleen maar met Co doorgebracht. Lekker varen. Varen. Met Co. Ja. Lekker thuis. Lekker gezond. Chill. Relaxed gedaan eigenlijk. Als jullie denken, waarom ben je zo wit? Met de baby zit je niet meer in de zon. Dus daarvoor ben ik nog steeds wit na die warme dagen. Ik ben wel iets bruiner, maar het zie je eigenlijk door deze camera. Nee, ik ben wel wit. Heel wit. Nou, Cody is helemaal clean, low fan. Dus omdat hij zoveel pijn had aan de rug, hadden we hier een heel pakket samengesteld. Ja. Vanuit Nederland naar Saint-Tropez gestuurd. Er zat 1 masker in van clean low. Ja. Dus zij zo, ik ben zo fan van het masker. Ik ben benieuwd naar alle andere producten. Dus wij dachten, nou, spa dag. Clean Glow lief een appje gestuurd. Die wilde het opsturen naar ons. Dus ik heb met Co de hele volgorde van Clean Glow gedaan. Dus eerst een face scrub. Toen hebben we het masker gebruikt. Toen hebben we de moisturizer gebruikt. Ja, en een lip scrub. En een lip scrub. En nu is dus het serum uit, maar die hadden we nog niet. Dus ik heb met Co even de hele volgorde gedaan. En ze vond het heerlijk. Onze huid was daarna echt, ja, echt een glow. Mensen zijn heel vaak wel benieuwd of wij het echt gebruiken. Maar wij gebruiken dat dus echt heel veel. Want wij zijn echt clean glow fannies. Ja, al sinds de start. Zo, dit is ook no spon. Dit vonden wij gewoon leuk om met Co te doen. Als een spaardagje. Als een vriendinnendagje. En dit hebben wij nog gefilmd. Wat doet Lani nou? You happy day, you know. Then you really got shit. Nee. You happy day, you know. Clap your hands. Goedemorgen, ben je even bij? Hallo liefje. Ik heb, ben ook naar de zonnebank geweest, zoals je kan zien, maar daar gaat het om. Ik heb mijn wenkbrauw in touch opgegeven. Marie gaat mij zo wel filmen. En mijn lippen zijn verdoofd al voor die andere. En Marie die legt. Touch up. Nou, jaarlijks wil ik niet zeggen, want volgens mij zijn we 2 jaar geleden geweest. Ja joh, 2 jaar. En Marie gaat ook nog haar lippen doen. Als ik deur. Inderdaad een iets roze. Oh, ik film niet goed. Iets roze kleur denk ik dan ik. Ja, de ondertoon is wat donkerder. Ja, donkerder. Nou, zo laten wij het meestal. Dit is de Reinders wenkbrauw. Zo laten we het. De Reinders wenkbrauw. Zo vind jij het allemaal. Lijkt je maar op Olivia. Ja, ik vind het heel moeilijk op te zien zo'n stokje. Ja, is moe. Want het is anders op mijn lippen straks. Ja. Even kijken. Mijn lippen, alle kleurtjes. En het wordt die. Oh, ik ben helemaal. Nu ben ik hier wit van het aftekenen, de rood van de zonnebank. En dit zijn voor de lippen. Maar goed, we gaan aan de slag. Mooi. Er zit weer een randje om de lippen. En de wenkbrauwen zijn gedaan. Nou, je bent weer helemaal jezelf. Ik ben weer helemaal van Remy. Oh, ik kan nu weer bewegen. Een beetje tegenlicht. Ik moet zo even naar het mooi zeg. Olivia. Ga maar staan hoor. Ga de show maken. Pas op met je hoofd. Hi, dit is mooi. Rokje. Hallo. Koekoek. Liffie wil de camera pakken. Ja. Het is mooi. Die tong is nieuw en Rob denkt wat gebeurt er allemaal naast me. Acacia Beauty. Ja. Ja, daar kwam ik op omdat Livia nog steeds geen fles neemt. En zij zit echt wel ver van bij ons vandaan. Dus ik vroeg me af of Hoochoo niet bij ons langs kon komen. En dat kon gelukkig. Niet bij iedereen uitzondering worden gemaakt. En ik had voor mijn zwangerschap mijn wenkbrauwen gedaan. Dus echt 2,5 jaar geleden. En eigenlijk moet je dan wel echt weer na 2 jaar een touch-upje doen. Dus ik heb weer een hele touch-up gedaan. Het is nu nog helemaal aan het helen. Dus het is nog niet de kleur en de korsten zit er nog op. Maar ik ben er super blij mee. Het is eigenlijk weer hoe we het wilden. En ik laat binnenkort ook mijn lipliner zetten. En ik heb dus mijn lip gedaan. Dit komt niet door Hoochoo. Die koorslip. Maar hiervoor zie je het filmpje hoe mooi mijn lippen zijn. Nu is... Ja, zie je niet meer wel je ik ga niet van zien. Dichtbij. Wacht, zo kom ik wel. Zie je het mooie randje? Zo. En mijn wenkbrauw heb ik gedaan als een touch-up, dus ik ben helemaal blij. Ja, dus we zijn weer helemaal wenkjes ontvliet. En dus als je vragen hebt, ja, noem het gewoon een Reinersbrauw, want ze weten precies wat jullie bedoelen. We hebben een combi met microblading en
En powderbrows. Dus eigenlijk hebben we alles in één, twee combinaties als één wenkbrauw gevormd. Woep. Heel blij mee. Heel blij mee. Dus we hebben een soort picknickmandje gemaakt met allemaal leuke goodies hopen. Ja, ik ben benieuwd. We gaan het helemaal leuk. Ja, kijk even. Wat is het mooi hier? Cute, ja. Hallo. Super leuk. Leuk. En wat heb jouw foto van die auto? Ja, ik vind het heel leuk. Hoe wil jij dat maken? Hoe vonden wij het pakket van Anouche? Nou, het was super leuk. Anne had ons een DM-berichtje gestuurd. We wisten natuurlijk wel van Anouche mijn kiplijn. Maar nog niet uitgeprobeerd. Maar wel niet uitgeprobeerd. Marie en ik zijn altijd gek van make-up. Ja, ik heb hem trouwens ook. Echt? Ik zal het even laten zien. Oh, nou. Dit is mijn favorite. Ik dacht lijn is oranje. Dat hij oranje was. Dan dacht ik, eerlijk gezegd, daar ben ik niet zo van. Maar hij is heel mooi glossy. Ja, ik doe hem even niet op, want kijk. Mooi glossy. Dus ik ben eigenlijk heel erg blij met de producten. En ze heeft ook een blushje wat liquid is en contour. Heel veel pigmentatie zit erin. Dus je hebt heel weinig nodig. Dus tot nu toe ben ik enthousiast. Dus dit gaan we zeker een keer uitproberen, maar niet als ik een koortsing heb. Want jullie vragen heel veel op onze make-up looks. En wij zijn geen expert, maar wij alle producten die we gebruiken vinden we wel fijn. Ja. En daar hebben we ook veel vragen naar, vooral onze lipcombinaties. Maar dus het glossje is zeker een fan van onze Nouche. Dus ik kwam gezellig langs met een Lambo mobiel die in het roze. Die nu aangereden is, wat heel erg is. Maar goed, die zit helemaal in het prak. Net op tijd bij ons. En Beel nog ook een tasje van Reiners meegegeven. We hopen Anne ook ooit eens in Reiners te zien. Ze heeft een keer Reiners aangehad, allereerste keer. De popcorn sweater, weet je nog? Nee. Weet je het niet meer? Nee. Echt het allereerste jaar had ze die popcorn sweater. Oh, dus ze heeft altijd al gesport. Ja, altijd al. Dus ik vind het heel leuk nu ze blond is. This is my car, that's your favorite. Ook nog steeds blond. Ik was een keer helemaal blond. Oh, we gaan lekker varen. Kijk eens. Zijn die de camera meteen vrolijk? Met een rocket, met Maaitje en Kootje. Onze eerste keer varen, hè? Schatje met Asje. Oh, Olivia pakt weer de camera. Het is superleuk. Hallo. Olivia zegt hallo. Geef mij de camera, denk ze. Geef hier heb je hem, hier heb je hem. Oh, ik vind dit zo hilarisch. Rocka het ook, hoor. Oh, nice. Zijn lekker nog steeds aan het varen. Maaike is aan het sturen. Mm. En wij zitten heel degelijk met de baby's onder een overkap. Nooit meer in de zon met baby's. Woehoe, maar ja, gelukkig ben ik al lekker bruin. Oké, hello, hello everyone. Zeg waarschijnlijk veel te overbelicht, want ik lig midden in de zon. En Livia ligt heerlijk in de shadow. Hi! Hoi! Het is vandaag. Even kijken. Het is vandaag woensdag. En het is 30 graden. Het is heel warm. Ik heb Olivia echt al helemaal uitgelegd. Ik heb de romper uitgedaan. Ik ligt hier nog alleen maar in de luier. En we gaan zo heerlijk de jacuzzi in samen. En zij krijgt tandjes. We overal in bijten. Ze staan te schoppen. Kijk die lekkere voetjes. Romein, welkom zo. En Giel en Rocket zijn even binnen, hè? Inmiddels. Zijn Romein en Bel er ook gezellig? Bel slaapt. Rock is net wakker, hè Rock? Jij bent net wakker, mannetje. We wachten eventjes op de mannen. En dan gaan we lekker barbecuen. En op Laura, met een dikke buik. Ze heeft echt een mega buik, dus ik ben heel benieuwd. Koekoe, doei, 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 doei. Koekoe, doei, doei, doei. Hallo, Rokkie. Ik wil bruin, ik ben een vergeleken Rock. Nee? Maar baby's mogen niet in de zon. Nee. Ja, we zijn dus ook lekker veel met Romee bij de baby's thuis geweest met het mooie weer. Ja. We hebben er even lekker van genoten, omdat wij dachten dat we gaan niet op vakantie dit jaar. Dus nee. Nu als er een lekker weertje nu was, dachten we, weet je wat, we gaan lekker bij mama weer thuis zitten. Lekker jacuzziën, lekker chillen, lekker met de baby's bij elkaar. Dus plannen voor de zomer niet echt. Nee. Want ik ben nu midden in de verbouwing van ons huis. Dat zal ik in de volgende week vlog weer laten zien. Maar nu kan ik niet eens mijn huis binnen. Dus ja, ik kan ook niet de rondlijn geven. En ik heb net natuurlijk Stinky laten opereren. Dus die kan nog lang niet drukte aan. Laat staan in een vliegtuig of onderweg. Of, ja, of even andere omgeving. Of andere omgeving prikkels. Dus ik moet nog zeker nog wel 3 maanden zeker nog wel met hem thuis blijven. Ja, dus voor zomer hebben we plannen gewoon lekker thuis te blijven. Met de familie. Barbecuen, jacuzzi, anders lekker varen. Nog naar Kootje toe. Ja, als we gaan, dan gaan we naar Kootje. Sowieso. En Daantje.
Een zitje. Next week vlog. Nou, wat wij leuk vonden, en dan onze editor kwam er mee, om misschien weer jullie vraag te beantwoorden. Dus als je onder onze vlog vragen van ons hebt, mag privé zijn, Reinders. We hadden het echt een tijd geleden gedaan en we hadden heel veel vragen naar. Ja, dan gaan wij die voorlezen en beantwoorden. Gaan wij die voorlezen en beantwoorden voor jullie. Mag van alles zijn. Twee weken. En volgende week gaan jullie verbouwing van mijn huis en verbouwing van je huis zien. Even denken, wat zijn nog allemaal in de planning? We gaan twee weken naar Amsterdam, Beurt. Ja, we gaan heel veel dingen naar Nieuwbor Spa, gaan weer met Livia. Ja, eigenlijk heel veel leuke dingen. Dus nee, benieuwd. Leuk kijken. Blijf kijken en blijf abonneren en blijf delen op jullie Instagram, onze stories. Dan kunnen wij die reposten. Love. Leukers. Oh ja, en misschien is het ook wel leuk om de nieuwe collectie te laten zien over twee weken. Sneak peek. Als jullie het leuk vinden, laten we het weten onder de vlog. Sneak peek. Ik denk dat het een beetje te vroeg is. Nee, ik niet. We zitten in een strijd. Ik denk nog niet de foto's van Neil posten, maar die denkt van wel. Wel. Niet wel. Wel. Team Mary, team Shoes. Oh ja, voor als we vragen krijgen. Ik heb vandaag een Gucci blouse aan. En ik wel, Reiners. De entire setup. Wat nou in sale is. Dus als we daar een vraagje over krijgen, dan hebben we denk ik alles getackled. Kapoeja. Nou, aju. Aju. En onze mooie kindjes van... Moederdag. En verjaardag. En verjaardag.